Een dubbel weekend bij de dames in de tulphoofdklasse. De nummer 8 en 9 van de ranglijst nemen we tegen elkaar op. Ja, dat hoor je goed. 8 en 9. Toch niet een plek waar beide ploegen willen staan. HDM ging donderdag hard onderuit tegen Amsterdam. Het verloor met 5-1. Kampong, magere score 1-1 tegen Oranje-Rood. En dat is niet de stand die je wil als je voor de play-offs mee wil doen. Hier wel het eerst gevaar voor Kampong met de Vries. Met de backhand, maar die werd prima verdedigd. HDM met veel nieuwe spelers. Ivar Knutske verliet HDM uiteraard. Werkt bij Kampong, nu bij de heren. En Kampong komt wel op voorsprong in dat eerste kwart. Het is Bente van der Veld die hem na aangeven van Hocktien Boes inglijdt. Goeie goal van de spits die altijd op een goede plek staat. Hardwerkende spits Bente van der Veld. Verschalkt Remmerswaal. Kampong beter in dat eerste kwart. Het krijgt een strafcorner met Fokke. Maar die wordt gevaarlijk ingeslagen. En dus tegengefloten. Captain Luna Fokke die zo'n goede Olympische Spelen had in Parijs. Gouden medaille natuurlijk. Wel bekend. Hier Hocktien Boes weer over de linkerkant. Maar ook deze gaat er niet in. Remmerswaal raakt daarbij geblesseerd. Maar kon gelukkig wel verder. En de dames van Diederik van Wil, de nieuwe trainer, komen op gelijke hoogte. In kwart 2 is het Imme van Es uit de strafcorner. Rebound. Inzet was van Nora Bruinsma. Maar Imme van Es let goed op. En verschalt Babette Bakkers. En zo 1-1. Laatste 5 onderlinge duels in de hoofdklasse eindigden allemaal in een 2-1. Voor HDM of voor Kampong. In ieder geval die uitslag. Lijkt erop dat we daar weer naartoe gaan. Het is Kampong wat beter is. HDM verdedigt. En zo klopt Kampong dus wel op de deur bij HDM. Tweede helft. Begint HDM wat sterker. Komen wat kansjes. Deze bal kan net niet worden getipt. En uiteindelijk komt Kampong ook beter in de wedstrijd. Het zijn slordigheden bij HDM achterin die Kampong kansen geven. Zo ook hier. Uiteindelijk is deze kans voor Moes. Slaat uiteindelijk naast. Omdat Van Hek en Kolenbrander goed oplet. En zo die kans nog om zeepiel. Dan een strafcorner. Weer Bruinsma. En in de rebound net naast. En zo hebben we altijd nog die tussenstand van 1-1. Blijft het dus spannend in Den Haag. Bij de ploegen die voor 3 punten willen spelen. Deze strafcorner van Fokke gaat er niet in. En dan opmerkelijk moment. Strafcorner gegeven. Bal lijkt toch vrij te liggen. Remmerswaal beklaagt zich bij de scheidsrechter. Strafcorner blijft wel staan. En ja, de wet van het hockey. Onterechte strafcorners gaan er vaak in. En zo ook deze van Luna Fokke. Haar 4e treffer alweer van dit seizoen. Bal wordt nog van richting veranderd. Waardoor Remmerswaal helemaal kansloos is. En Kampong dus op die 2-1 voorsprong. Die bekende 2-1. Dan krijgt HDM vlak voor tijd nog wel deze strafcorner. Eerste inzet van Belen van der Broek. Dan komt die bal hier bij Van Es. En Babette Bakkers keert knap. En zo gaat Kampong dus winnen in Den Haag. En pakt het belangrijke 3 punten.